De zomer is natuurlijk altijd leuk. Dan worden mensen wat vrolijker. En nou ja, we hebben nog wel eens bij, dus de mensen worden zelf wat vrolijk. Ik kan me nog herinneren van jaren geleden dat je zei, de zomer is voor ons gewoon een vaste prik. Al jaren naar dezelfde camping, naar dezelfde mensen. Nog steeds. Elk jaar gewoon gezellig naar Salau op de camping. En ja, de kinderen vinden daar super gezellig. En heeft papa ook vakantie, hè? Ja, dat is nog steeds, na al die jaren, voor jou nog steeds gewoon lekker thuiskomen? Ja, want er staan meerdere mensen staan er op de camping die je dus ook al jaren kent. Dus eigenlijk is het gewoon een soort van reunie, elk jaar weer overnieuw. Kan jij als bekende Nederlander nog gewoon kamperen? Ja, dat is juist het leuke dan van die camping. Mensen komen wel gezellig voor een fotootje en een kort praatje en dan gaat ieder gewoon zijn eigen weg. Dus ja, het is wel gewoon lekker, gewoon heerlijk en relaxed gewoon daar. Deze zomer hebben we natuurlijk ook weer een hele nieuwe single. En dat is weer een duet die ik samen heb gemaakt met Danny de Munk en die heet Wij met z'n twee. Danny stond eind 2013, begin 2014 al op de verlanglijst voor een duet. En destijds was Danny bezig met WK volgens mij, als ik het goed zeg. En dus onze agenda die strookte niet zo goed met elkaar. En ja, nu, we kwamen elkaar natuurlijk steeds vaker tegen ook op grotere evenementen en op kleinere evenementen. Is het duet met Danny, is dat een voorloper op eventueel een tweede duetalbum? Want ook daarvan zei je destijds van ja, ik heb zoveel mensen met wie ik een duet wil doen en kan doen, dat ik eigenlijk wel twee albums kan vullen? Nee, want ik ben op dit moment volop bezig met mijn nieuwe album, mijn soloalbum. En die komt eind augustus komt die uit. Dat is al heel snel. Ja. Ik ben op dit moment ook bijna elke dag zit ik in de studio en ben ik aan het opnemen.